Altena bier moet het biertje van Altena gaan worden. En dan wel 21 soorten voor iedere kern 1. En om dat allemaal te realiseren moet er hop geteeld worden. En dat gaat gebeuren op stukken land van de inwoners. Ronald van den Ende gaat samen met zijn team op zoek naar geschikte locaties. Hier in Woudrichem bij Hoeve Altena ging hij kijken of de grond geschikt is. Altena bier, dat moet hier ter wereld komen. Ja, de Woerkemer bier blijft gewoon. Alleen om een bier voor het hele eiland te worden, dat gaat niet lukken met de naam Woerkemer. Dus vandaar dat we gedacht hebben, nou dan wordt dat Altena bier. Want dat is wel ons eiland, 21 kernen, allemaal trots op hun eigen kern. En wat mensen niet weten is dat vroeger hop in al die kernen, op al die ruggen waar de rivier wat duinen gecreëerd heeft door de eeuwen heen. Op die dorpen, daar werd vroeger hop verbouwd. En die was zeer geliefd. We hebben in 15 kernen al 21 locaties, maar we willen nog veel meer. Brabants Landschap zorgt voor de palen, wij zorgen voor de planten. En met wat subsidies erbij kunnen we helpen met aanleggen, met het bemesten, met advisering. En dan hebben we in september de eerste hopfeesten hier. En dan krijgen al die plaatsen hun eigen bier. Ja. Noem ze wat namen. Nou ja, wij dachten zelf natuurlijk een quadruppel uit Veen. He, een V1 wordt dat dan. Bier wat inslaat als een bom. Een Jan Klaassen biertje uit Andel. September gaan we oogsten. Tel daar 4 weken bij op. Dan krijg je oktoberfeesten met Altena biertjes. Dus een schitterende locatie wat mensen kunnen het zien he, hier als je langs rijdt. En dat zoeken we ook, want we willen al die hophoven of hopkuilen of hopvelden, wat het ook gaat worden, aan elkaar verbinden voor toeristen. Heel interessant als fiets, wandel, rijden. Route door het hele eiland heen. Moeten we wel even weten of die hop hier echt kan groeien. Als het te zuur is, de grond, dan zitten we met een probleem. Bent u zelf een beetje een bierdrinker? Nee, eigenlijk niet. Nee, meer een wijndrinker. Maar inmiddels heb ik wel geleerd dat bier, dat je er ook van kan genieten. En dat je echt lekker bier kan drinken. Zoals je hier kunt zien, dit is onze moestuin. Dus ik probeer hier zoveel mogelijk eigen producten te kweken. Het is denk ik een biertje wat je niet achterover klokt. Maar wat je gewoon, waar je van geniet. Net zo goed als je van een goede whisky of van een goed glas wijn, daar moet je gewoon van genieten. Vaak is het zijn gewassen één hoogte, monotoon. Hij zei, nou ja, die hop voegt er echt wel wat toe. Bijvoorbeeld in een stukje dekking voor de patrijs, die daaronder kan schuilen, regent het, sneeuwt het, voor predatie. Er is een essentaksterfteziekte en die treft ook onze essenbomen hier in het land van Eus en Altena. En ze hebben palen nodig. Om die palen, daar groeit de hop heen of aan de touwen die eraan geleid zitten. En op die manier leveren wij een bijdrage. Maar hoe krijgen we nu echt die Altena smaak? Ja, dat is gewoon een kwestie van veel oefenen. Het kan maar alleen maar veel oefenen zijn.